Vandaag ben je stikchagrijnig volgens mij. Nou ja, als je 2-0 verliest, ben je niet blij. Nee, dat lijkt me wel. Het was aan alle kanten irritaties, het was niet goed. Waar zat het hem in? Nou, ik vond dat we de eerste helft heel slordig aan de bal waren. Elke bal voorin was eigenlijk een counter voor de tegenpartij. Ja, zij waren veel balvaster. Eerste 2 kansen van hun gaan er ook meteen in. Dus ja, zit ook een beetje tegen misschien. We hebben eerste helft nog wel wat kansen gecreëerd, maar tweede helft veel te weinig. Ja, ik neem aan dat jullie in de rust rustiger zeggen, het moet beter. Ja. Hoe je dat wil gaan doen. Ja, en soms werkt het dan gewoon niet de tweede helft, ook al zeg je het tegen elkaar. Ja, vandaag was een dag dat heel veel tegen zat. En dan lukt het inderdaad niet. En je probeert van alles, maar het zat er niet in. Op welke manier dan ook. Opportunisme werkte niet. Voetbal hebben we te weinig meer gecreëerd. Duels verloren. Tweede ballen waren ook tweede helft niet voor ons. Ik kan nog even doorgaan. Maar er was gewoon veel niet goed vandaag. Ja, je hebt dit talloze keren meegemaakt in je carrière. Waarschijnlijk dat het een dag niet lukt. De trainer heeft u nog gewaarschuwd. Ja, iedereen denkt dat we van RKC winnen, maar zo makkelijk is het niet. Nee. Ondanks de waarschuwingen, kan het dan gewoon een avond gebeuren? Ja, natuurlijk. Dat is ook in principe het mooie van voetbal. Welke positie je ook staat, je kan altijd winnen van een hoge klasseerde. Dat hebben wij vaak genoeg laten zien, maar nu RKC. Ja, en dan is het zaak om je niet te laten opfokken. Hè? Want we zagen nog 5 minuten voor tijd dat je achter die speler aanrent. En dat je dacht van, zal ik die overtreden? Maar nee, toch maar niet. Nee, maar het heeft geen zin. Deed ik ook niks, maar hij struikelde wel over mijn benen. Dus het was wel een overtreding. Ja, RKC dan niet winnen, nou dan PSV vorige week gelijk dan maar tegen Ajax en AZ. Dan doen jullie het maar tegen de grote ploeg, hè? Nou ja, je hebt altijd een kans. En zoals RKC vandaag tegen ons heel goed gespeeld heeft en verdiend gewonnen heeft, zullen wij volgende week ook wel een tandje meer moeten geven dan vandaag. En ja, beter moeten spelen aan de bal. Ik vond vooral aan de bal dat we echt ondermaats waren. Ja. Maar is dat ook zo, Wout? Hebben jullie niet, als je iets meer ruimte krijgt, dat jullie dan beter zijn? Ja, ik denk wel dat we daar bij gebaat zijn, zeker. Maar ik denk dat we de eerste helft best wel wat mogelijkheden hebben gehad om aan de linkerkant door te voetballen. Ik denk dat Halil zo inzakken, dat was Gijs hoog. Daar lag alle ruimte. Ja. De FC Okla was de vrije man. Ja, vond ik ook. En daar hebben we denk ik te weinig mee gedaan. En soms duurde het wat te lang. Eindpaas niet goed. Verloren we de bal. Ja, daar was het ook niet goed in de restverdediging. Ja, en ik vond RKC aan de bal wel sterk. En dan loop je te veel achter de bal aan. Je was wel tevreden over scheidsrechter ook vandaag? Ja, die was top. Wil je er verder nog wat over zeggen? Nee, ja. Kom, we moeten niet naar de scheids kijken. Tuurlijk had ik irritatie richting de scheids, maar ik vind dat we zelf gewoon niet goed gedaan hebben. Dus. Nee, en terecht. Succes volgende week. Yes, dankjewel. Dankjewel, Wout Brama.